Onze rapporteur vanuit Nederland, ook breed actief in Europa, Herman Bolhaar. Geef hem een daverend applaus. Dankjewel, dankjewel. Hartelijk dank voor, uh, voor de uitnodiging. Altijd goed om weer in, uh, in de regio van geen woorden, maar daden te zijn. Daar, uh, daar kom ik nog op terug, want om daden gaat het: uh, daden die allemaal te maken hebben met uh, de bescherming van onze jeugd. De bescherming van onze jeugd, een jeugd die toekomst te hebben en toekomst te houden. Dat is voor mij betreft een belangrijke rode draad en opdracht voor vanmiddag voor ons allen. Daarom bent u natuurlijk hier met z'n allen ook gekomen vanmiddag. Want op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het internationale verdrag in zaken de rechten van het kind aan. Dat vieren we dit jaar, dat 30-jarige bestaan van dat verdrag. In dat kinderrechtenverdrag staan maar liefst 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Bijna alle landen ter wereld hebben dat verdrag ondertekend. Nederland ook, sinds 1985. 1995. En het zal geen verbazing wekken, maar ik zeg het toch maar. Na ratificering, dames en heren, van dat verdrag, moet een land zich aan zo'n verdrag houden. In het verdrag wordt in het artikel 19 opgeroepen tot het volgende. De staat zal het kind beschermen tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of geestelijke verwaarlozing, mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel misbruik. En in een ander artikel, 34, wordt vervolgens nogmaals specifiek de aandacht besteed aan seksuele uitbuiting en misbruik. De staat verbindt zich ertoe. Het kind te beschermen tegen alle vormen van seksuele exploitatie en seksueel misbruik. Daar is toch geen woord Frans bij, zou je zeggen? Want die artikelen wijzen ons op het fundamentele recht van ieder kind op bescherming van zijn of haar lichamelijke en seksuele integriteit. Het tekortschieten van die bescherming heeft niet alleen op individueel niveau een ernstig beschaderend effect. Linda heeft daar net al uh, heel indringend uh, iets over gezegd. Niet alleen op individueel niveau een ernstig beschadigend effect, maar ontwricht ook de samenleving als geheel. Ondermijning noemen we dat. En in dit recht voor het kind zit een plicht voor de staat. En in mijn ogen niet alleen voor de staat, deze plicht raakt ons allemaal. Aan ons als bestuurder, als professional, als burger, aan iedereen. We zitten hier vandaag bij elkaar op dit congres omdat we allemaal een taak hebben in die bescherming van kinderen. Bijvoorbeeld in het signaleren van potentiële jonge slachtoffers of daders in de wijk, in een lokaal team. In het taxeren van meldingen van mogelijk misbruik of uitbuiting. En het doen van onderzoek bij Veilig Thuis. Bij het uitvoeren van kinderbeschermingsmaatregelen als jeugdbeschermer. Of bij de hulp en opvang van kinderen die zulke traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld als jeugdverlener of als kinderpsycholoog. Daar kom je mee in aanraking met die gebeurtenissen. Jullie allemaal worden dagelijks geconfronteerd met dat type casuïstiek. Casuïstiek die ook mij, mij als nationaal rapporteur, bijblijft. bijblijft. Bijvoorbeeld bij werkbezoeken aan hulpinstellingen, ontmoetingen met groepen professionals of gesprekken met overlevers. Overlevers, zoals het meisje van 15 dat mij een half jaar geleden na een lezing op een plek ergens in Zuid-Limburg aansprak. Ik noem haar maar Eva. Ze was daar als ervaringsdeskundige. Ze verbleef in een nieuw type opvang voor minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting. Naast een lichte verstandelijke beperking kampt ze ook met PTSS en hechtingsproblematiek. De enige momenten waarop ze kon ontspannen waren wanneer ze een joint opstak. Dat gebeurde op een gegeven moment iedere week, meerdere keren per dag. Ging toen slecht met haar, heel slecht met haar. Maar nu gaat het gelukkig beter. Ze vertelde me over de plek waar ze woonde. Daar had ze het fijn, zei ze. Het was voor het eerst in haar lange hulpverleningsgeschiedenis. Dat ze thuis was op één plek. Daarvoor glipte ze telkens door de mazen van het systeem. Mazen die wij in ons jargon ook wel contra-indicaties noemen. Contra-indicaties vanwege haar verstandelijke beperking, waardoor ze niet bij de jeugdhulp terecht kon. kon. Vanwege haar psychiatrische problematiek, waardoor de jeugd LVB-zorg het niet met haar aankomt. En vanwege haar verslaving was er in de jeugd GGZ geen plek. En zo was de cirkel rond. Of liever gezegd, zo was de cirkel hol. De huidige plek waar ze verbleef ging niet uit van een van die vele levens die ze inmiddels had verzameld. Uitgangspunt was hetgeen zij had meegemaakt, namelijk seksuele uitbuiting. In mijn ogen een goed voorbeeld en een geslaagd voorbeeld van probleemgestuurd, of liever gezegd, misschien slachtoffergestuurd werken. Voor dat type werken, slachtoffer, probleemgestuurd werken, is rechter één voorwaarde. Goed weten wat het achterliggend probleem nu eigenlijk precies is en met wie je te maken hebt. Daarvoor is natuurlijk allereerst zicht nodig over het veld, in de problematiek en in de kwetsbare doelgroepen. Waar en door wie worden potentiële slachtoffers of daders gesignaleerd? Wat hebben ze precies meegemaakt of gedaan? Wat zijn hun achtergrondkenmerken? Kortom, wie zijn het eigenlijk? Wat is hun context? Aan dat zicht probeer ik in mijn jaarlijkse monitors ook bij te dragen. Met cijfers van politie, veilig thuis, raad voor de kinderbescherming en met achtergrondinformatie. Dat hopelijk leidt tot meer inzicht. Zicht dat leidt tot inzicht. Daar gaat het wat mij betreft om. Want dan blijkt bijvoorbeeld dat een minderheid van de politieregio's verantwoordelijk is voor het grootste deel van de meldingen van seksuele uitbuiting. In die overige regio's wordt er dus iets gemist. Of dat slachtoffers van seksueel geweld vaak in de gesloten jeugdzorg belanden. Dan is er dus wellicht eerder in de keten iets gemist of zijn we met z'n allen niet alert genoeg geweest op die seksuele problematiek waardoor de situatie is geëscaleerd. Niemand wil dat, maar het gebeurt wel. En die inzichten kunnen we gebruiken en moeten we gebruiken om onze aanpak steeds aan te scherpen. Om blinde vlekken te detecteren en suggesties te bedenken hoe deze in te vullen. Zo creëren we een lerend systeem op basis van de integrale aanpak. Geen woord, maar in de praktijk gebracht doen. Dat steeds verder vormgeven en bijwerken en steeds verder stimuleren. Een aanpak die op basis van voortdurend plannen, monitoren, evalueren en weer bijstellen groeit en verbetert. En wat daarbij van belang is, in termen van geen woorden maar daden, is natuurlijk daadwerkelijke aanpak. Werkende wijs leren. Het werken versterken, de professionals in de uitvoering dus de kans geven om datgene te doen waarvoor ze allemaal in betrokkenheid en bevlogenheid het vak gekozen hebben. Ik probeer daar met een organisatie als de mijne ook een bijdrage aan te leveren. En ook op bestuurlijk niveau moeten daar de randvoorwaarden voor worden geschapen. De Nederlandse regering en de departementen, of op lokaal niveau de colleges van BNW of bestuurders in het sociaal of justitieel domein. En dat is wat dat betreft ook een heel mooie ontwikkeling die we hier in Rotterdam-Rijnmond zien. Daar zitten die elementen in. Maar Den Haag moet dat stimuleren daar waar het kan. Ik verwijs naar hetgeen Linda daarover heeft gezegd. Bijvoorbeeld ook als het gaat om datgene wat nodig is om registratie en gegevensuitwisseling, om dat optimaal te laten zijn. Niet omdat we een bureaucratie met elkaar willen optuigen, maar omdat we precies willen weten wat er gaande is, wie het betreft en waar we op moeten focussen met elkaar. En dus in het stimuleren van dit type lerend vermogen in het veld. Toch maar een beetje in, in jargon. Beleid en uitvoering moeten elkaar willen versterken en tastbare resultaten willen leveren met elkaar en daar ook duurzaamheid op creëren. Langjarig doorgaan met de goede dingen stimuleren en daarbij de randvoorwaarden niet te vergeten. Jullie als professionals kunnen ook in de dagelijks praktijk die leercirkels toepassen en ik ben ervan overtuigd dat dat ook op veel plekken al gebeurt door te leren van casuïstiek. Casuïstiek. Bijvoorbeeld een casus als die van Eva, zoals ik net beschreef. Wat heeft ze meegemaakt? Wat hadden we eerder of beter kunnen doen? Of waar hadden we eerder of beter moeten ingrijpen? Beter kunnen ondersteunen? Welke collega's uit andere domeinen hadden we daarbij nodig gehad? Zodat die inzichten bij een volgende casus die zich aandient en weer zal aandienen, meegenomen kunnen worden. Op die manier ben je ook in je dagelijkse toepassingspraktijk bezig met het aanscherpen en aanvullen van die zogeheten integrale aanpak. En zo, zo kunnen we samen meer en meer de mazen in het systeem en in de aanpak dichten waar die kwetsbare kinderen nu nog volop doorheen vallen. Slachtoffers zoals Eva moeten namelijk op ons kunnen rekenen. En met ons bedoel ik ons allemaal. En daarom is natuurlijk deze bijeenkomst ook van groot belang. Alle kwetsbare kinderen moeten merken dat wij om hen heen staan. Het zijn onze kinderen. Dank u wel.